Ja, ja. Ja. Laat maar eens zien dan. Laat maar zien. Ik ben hier meer gekomen om deze mensen even wat aan te spelen. Ja, nee, zo bedoel ik. Nee, nee. Ga even de hek snoeien. Zoek het even uit. Hallo, kind. Hi. Zou je graag zwart haar willen hebben? Wat is dit? Merlijns magie voor beginners. Wat is dat? Even kijken, het vroege boekje van Merlijn. Huh? Oh, en als je dit even, wat is dat? Wat? Iemand stuk jij het even. Dat had er maar vuur aan. Geen enkel probleem. Oplegster. Dat is levensgevaarlijk. Showbiz, hè, vreselijk. Kijk, zo doe je dat. Ik zei toch dat je geen echte tovenaar was? Ah ja. En dat drankje, dat is nep. Het drankje is echt hoor, dat is echt waar. Ik zal je laten zien wat echte magie is. Tuurlijk, joh, hebben we tijd voor ogen. Oh ja, die koba, die rond, mond. Kijk, dat is nou echte magie. Magie, noem je dat magie? Een stukje slinger uit mijn baffel toveren. Financiële crisis toch niet meer overleven, man. Denk eens na. Zal we eens even laten zien wat echte magie is. Dat we zeggen, toven naar even de bovenste planken. Heb je wel eens een kleurboek gehad van je opa, je oma, je neef, je nichtje, ja, van de schootruim? Heb je wel eens een kleurboek gehad, hè? Binnen bij je moeder, haal de portemonneetje maar op. Zo is het allemaal. 250 euro, dat is een wonderwiddeltje. Ik kan dat... Ik zeg het u, dat wonderdrankje is nep. Wat? En als Merlijn erachter komt, dan zwaait er wat voor je. Is nep? Wonderdrankje is nep? Joh, weet je wat je doet? Je zoekt het lekker uit, jouw lelijke draak met die puddreksel op je hoofd. Moet je kijken hoe je erbij staat. Kan je jezelf nog serieus nemen als je in de spiegel kijkt en je denkt, oh, wat ben ik toch eigenlijk voor rode draak vandaag. Joh, zoek het lekker uit. Ik ga naar een ander park waar ze het wel leuk vinden dat ik er ben. Aje, toedeledokie, tot ziens. Sorry dat ik zo uitviel. Even tussendoor. Wat is dit? Dat is de nieuwste uitvinding van Merlijn. Oh, ik ga dus even kijken. Nee, het is absoluut geheim. Niemand mag het weten. Ach, niemand mag het weten, niemand mag het weten. Die zo zuur, zeg. Och, hallo kind, hi. Zeg, stel dat jij even het water in hebt. Ga je achter die gans aan, roep je drie keer help. Kan hij kijken? Wat ben je aan het doen? Niks hoor, ach nieuwsgierig, moet je kijken, vliegt Harry Potter. Waar? Daar. Oh, de verdwijn- en terugkommachine. Ik ga hier stinkend rijk van worden, het gaat me miljoenen opleveren. Ik dacht het niet, nee. Het is levensgevaarlijk. Ach, levensgevaarlijk, stel je toch de mogelijkheden eens voor. Je kan je ouders laten verdwijnen, kun je maar erop leven, dat is toch leuk, hè? Zijn je ouders hier? Waar zitten ze? Nou, maakt niet uit, geef mij even 50 euro vandaag, haal het even op. Jawel, 50, doe maar 10 dan stand, we zien die kant weer voor 7 jaar van. Is het genoeg? Je blijft met je vingers van de machine af. Denk al je bloeddruk, man. Doe lekker normaal. De uitvinding is nog niet helemaal getest. Dus een demonstratie is te gevaarlijk. Oh, wat heeft Merlijn dit mooi gemaakt, joh. Moet je zien, ik heb een heel gezin in, hè. De tafel nog zo gezegd, niet aan de uitvinding komen. Nou, ja, nee, dat klopt, heb je gezegd. Stom, daar sta ik toch zo even te kijken. Maar moet je kijken, laat ik zo mijn kwak elixen in het apparaat vallen. Oh, zou jij hem er even uit kunnen halen? Ik heb nogal last van mijn rug, weet je wel. Als met ja, mijn hoor. Nou, laat me er meteen uit. Wat? Ik ga dit allemaal tegen Merlijn vertellen. Je gaat helemaal niks tegen Merlijn vertellen. Ik ga gewoon even lekker laten verdwijnen. Nee, niks ervan. Laat me eruit. Ik ben claustrofobisch, weet je wel. Doe over hier. Hou je adem maar even in, hè. Oh. Hop. Zou die weg zijn? Even kijken, dat gelukt. Dat is toch leuk, hè? Het is lijkt wat rustiger ook, hè, als die weg is. Ja hoor, hé, ga je niet gedacht, hè? Tot z'n kie. Is er iemand die denkt, nou, van joh, weet je wat, ik zou mevrouw wel even laten verdwijnen. Het maakt niet uit, het kan allemaal vandaag. Is er iemand die zegt, ik wil iemand laten verdwijnen? Ik zie daarna wat twijfel. Het is ook een terugkommachine, hoor, mevrouw. Zal ik even laten zien? Ben er nou toch? Even laten zien, hè? Even kijken.
kijken, had ik een zo'n applausje doen voor Bok, dat hij er weer eens komt. Bok de draak, daar is hij hoor. Kom op, Bok. Oh. Dat is even iets misgegaan. Had ik niet verwacht. Even, wat is dit? Is het met jou? Ja, je kijkt zo zuur, ik denk misschien weer kwijt. Hey, even niks aan de hand. Even kijken, even iets fout gedaan. Maar even wachten. Ik doe toch even. Ja, ik heb het wel eens heen een broodrooster, weet je wel. Had ik staan. En dan druk ik op een knopje en dan spat ik eraf. Bok, je mag toch even niet koken? Bok, doe even normaal. Hé, even een probleempje. Kom op. Wat hebben ze met je gedaan? Dat komt allemaal goed. Noodstroom, dan kun je stroom opwekken. Dus als je gaat fietsen, kun je stroom opwekken. En dan zou je Bok terug moeten krijgen. Merlijn is nergens te bekennen, maar dan zou je Bok terug. Dus als ik ga fietsen, op de knoppen drukken, dan zou het ja, denken we. Ja, goed zo, dan ga ik natuurlijk niet zelf doen. Ik ga even iemand zoeken die een paar pontjes kan verliezen. Hallo. U dacht dat ik u had genomen, hè? U denkt, ik ga ver weg zitten. Ik zal even wegzakken, je maakt niet uit. Hallo. Hallo, meneer. Kom, dan gaan we lekker assisteren. Hoe heet u? Bart. Hartstikke leuk. Applausje voor Bart. Kom op, Bart. Een koekel. Leuk zeg. Nou, Bart, is het zadel, dat is het stuur. Ik weet niet, zullen ze een koekel ook wel hebben. Je gaat rechtdoor. Want als je die kant op gaat, ga je de verkeerde kant op. Of ben je van de verkeerde kant? Nee, je weet het niet. Ik vraag het gewoon aan mij, het stelen. Goed zo, je rug moet nat zijn. Je gaat die kant op. En moedig hem even muziekje erbij. Ja! Ja, na, 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 na. Kom op, doorgaan. Je biedt nou zijn altijd in boek hoor. Kijk eens naar jezelf. Nou, dat heb ik ook soms, echt waar.
Van mijn lelijk publiek hadden we vandaag, hè? Was toch dat knopje waar ik niet op moet hebben. Nee, goed zo. Jong gaat even op de foto met die mensen schieten. Denk om uw woorden. Ik heet Wok. Hoe heet jij? Oh, kijk eens, Wok. Daar heb je het hoor. Echte showbiz, hè? Ja, daar komt ja, er zit gewoon een knopje aan de onderkant. Maar ja, dat deed het net niet, hè? Maakt niet uit, toch? Als die het nu doet, hebben ze toch gezien dat er vuur in zit. Het is een oplichter.